Hallo, in dit filmpje een tips over het indienen van het drukwerk. Tip 1. Hou de infozone zeer goed in de gaten. Hier staat de toestand van de drukkerij en of er iets aan de hand is, bijvoorbeeld dat er geen nietjes meer zijn. Tip 2. Kies zeer grondig welk soort drukwerk je wilt. Je hebt het vakdrukwerk, dat is voor een volledige klas. En je hebt het afzonderlijk drukwerk. Dat is voor als je minder aantallen nodig hebt dan de volledige klas of voor administratie. En je hebt klasdrukwerk, maar dat is maar voor een beperkte groep van mensen. Tip 3. Zorg ervoor dat alles correct is ingevuld. Als je bijvoorbeeld het aantal pagina's dat je bestand bevat niet hebt ingevuld en je klikt op verzenden, ga je hierbij dus de info, boodschap, allemaal foutmeldingen te zien. Hier zijn er nu heel veel foutmeldingen, want er is geen bestand ingevuld. Er is geen aantal originele, dus hoeveel pagina's bevat de PDF. Er is ook geen gewenst aantal opgegeven, omdat we hier werken met het afzonderlijk drukwerk. Dus dan moet je wel het aantal opgeven dat je wenst. Moet uiteraard kleiner zijn dan het maximum. En dan staat er nog, let op, alle instellingen zijn terug standaardwaarden. Dus als je een leverplaats had aangepast, maar je hebt een fout gemaakt en je klikt op verzenden, springt deze leverplaats terug naar de standaard leverplaats. Dus je moet eigenlijk vooraleer je op de knop verzenden drukt, heel goed kijken of alles in orde is. Dus ik wil voor deze klas, ik mag maximum 1, en dan kan ik maar alleen maar 1 intikken. Stel dat er hier zou staan maximum 100 en ik wil er maar 1, dan vul ik hier gewoon 1 in. Dit is het aantal kopies dat je wenst. Dan kies je een bestand. Dat moet uiteraard een PDF zijn. En dan is het belangrijk dat je het aantal pagina's dat deze PDF bevat, het exacte aantal pagina's invult. Deze PDF heeft 1 pagina, dus ik vul 1 in. Ik kijk nog even alle instellingen na, dus recto of recto verso, geniet of geperforeerd, zwart-wit of kleur, op A4 of op A3 en zo verder. Leverplaats, Goochstraat of Gelukstede, per pagina of per set gesorteerd. Extra drukwerk, cursus, toets of examen, aantal exemplaren dat ik extra wil. Dit is ook een belangrijke. Ik heb hier 1 exemplaar gevraagd voor de leerlingen die in die klas zitten. Maar voor mezelf mag ik ook nog extra exemplaren. Dus kies ik 4 extra, heb ik er nu 5. Geen extra exemplaren. Een boodschap aan de drukkerij. Maar geen boodschap zoals graag voorrang, want dat is niet mogelijk bij de drukkerij. Alles is first in, first out. Wat er eerst in de wachtrij toekomt bij de drukkerij, zal ook eerst afgewerkt worden. Ik ben zeker dat alles in orde is. Ik klik op verzenden. En nu wacht ik best totdat de pagina volledig geladen is en kijk ik terug naar de infoboodschap. Het bestand werd geüpload en een bevestiging: bedankt, uw aanvraag werd verzonden. Wij bezorgen de bevraagde exemplaar zo snel mogelijk. Nu zal je zien, omdat dit het resultaat is van deze pagina, dat mijn wachtrij nog op 0 staat. Dat is omdat die pagina nog niet ververst is. Als die pagina vernieuwt, zonder opnieuw in te dienen, uiteraard, want anders ga ik het nog een keer verzenden. Dus als ik terug naar een drukkerijpagina ga, dan ga je zien dat in mijn wachtrij, uiteraard de wachtrij per school, nu 1 staat. En ik zie hier deze opdracht. Heb ik nu toch een fout gemaakt? Ik besef na 5 minuten dat het bestand nog een fout bevat. Dus kies ik ervoor om dit te verwijderen. Verwijder deze opdracht. Wil je zeker dat je wil verwijderen? Ja. En ik ga opnieuw de geüpdate versie van het bestand indienen om te laten afdrukken. Dus als je beseft dat je een fout hebt in je origineel document, of dat je een fout hebt gemaakt in de opties die je gekozen hebt, dan kan je het drukwerk nog altijd annuleren en het op de correcte manier opnieuw indienen. Dat wat betreft het indienen van het drukwerk.